Jezus Christus, die stem, daar gaat het door berg en been. Het is toch alsof je papegaai de papierversnipper aflikkert. Maar god, nou, het fijne is, wij zijn wel het enige huis in de hele straat die geen last heeft van muizen. Fred, hoe hoog heb je die verwarming staan? Ja, gewoon lekker warm. Mens, jij komt net van buiten, dus jij voelt het. Wat hadden we nou afgesproken? Wat hadden we afgesproken? Dat we niet zouden doodvriezen hier? Fred en ik hadden afgesproken wat meer onze verantwoordelijkheid te nemen. Onze verantwoordelijkheid? Lieverd, die aardkloot van ons is meer dan 4 biljard jaar oud, ja? En dan willen wij het even met z'n tweeën gaan oplossen. Dit is toch van de rug gepot, dat is... Kind toch niet? Dit is zelfoverschutting, hè? Ja, doe die ijskast even dicht, lieverd. Ik stook er niet voor niks. Je merkt toch ook die enorme temperatuurwisselingen? Ja, daarom zeg ik, doe die ijskast dicht. Dit is dus de arrogantie van de mensen, hè? Die denken dat ze het ei opnieuw moeten uitvinden. Fred! Het is hier 28 graden! Oh, lekker, hè? We hebben het toch over gehad? De aarde warmt op! Nee. Dit is de thermostaat van alleen hier, hè, lieverd? Alsof die 28 graden van dit kleine hokkie de aarde opwarmt. Je moet geen appels met paarden vergelijken, hè? Fred, het gaat om de optelsom. Als iedereen doet alsof zijn gedrag er niet toe doet, ja, dan komt het op de grote hoop. Aha, Ria. Iedereen. Iedereen. Ga dan de godsnaam tegen iedereen zeggen. Laat mij even met rust. Als jij het koud hebt, doe je maar een dikke trui aan. Die heb ik aan, Ria. Mijn lievelings. Er liggen er boven nog meer in je kast. Die zijn lelijk. Denk je dat die holmensen van vroeger... Denk je dat ze zich druk maakte om een kampvuurtje min of minder? Ik dacht het niet. Maar Ria moet mij de schuld geven. Nou, Fredje, niet zo brommen, hè, Beertje. En als je het echt koud hebt, dan kunnen we ook lekker op tijd naar bed gaan en tegen elkaar aan kruipen, hè. Ja, nee, dat is lekker. Ze hebben zulke koude voeten. Als je die los in de vijver gooit, heb je binnen 5 minuten 10 centimeter ijs staan. Fred! Ah, het is zo. De hele opwarming van de aarde is de compensatie van die koude glomvoeten van haar. Nou. Het is alsof je naast een gletsjer in bed ligt. Echt hoor. Qua kou dan, hè. Niet qua nat. Dan kun je net zo goed naar bed gaan met de Sahara. Ga je ook nog wat lief zeggen? Tuurlijk. Poepert, haal van mij nog even een biertje. Die zijn nog niet koud. Nou, dan hou je ze even tussen je dijen. Je voeten, ik bedoel je voeten. Je hebt hele lage dijen, Ria. Hé. Ja, nou is het de bedoeling dat jullie vragen wat hij bedoelt. Ja, nou, vraag eens. Nou, wat bedoel je, Fred? Klep, Ria. Wat ik bedoel is dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je wat kan betekenen. Oh ja, joh. Oh ja, joh. Ja, Rie. Ja, je hebt toch vaker het idee dat je niet gehoord wordt? Ja, dat gevoel dat ken ik wel, hè? Ja, klap. Alsof je protest tegen druivenmans oren gericht is. Ja. Maar nu kunnen we onze krachten verbundelen. Nou ja, kijk hem verbundelen, hè? Gele hessies. Het is zo simpel. En tegelijkertijd zo simpel. En in één klap heb je protest... gezicht. Nee, een kleur. Dat gezicht, dat had hij al, hoor. Ja, Ria, jij moet me altijd kleineren. Dat moet ze altijd doen. Ja, maar dat zal binnen niet afschuifbare tijd helemaal klaar zijn. Vanwege die hessies. Oh, Fred, hoe dan? Nou, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat het hessies zijn en dat ze geil zijn. Heb jij de klok weer horen luiden, Fred? Alsof ik niet weet waar het over gaat, Rie. Frankrijk, met die hoge azijn. Accijnzen. Ja, accijnzen. Wie heb hier nou de kok horen klepelen? Ongelooflijk. Dat is het mooie van Ria. Ze hebben geen idee. Kijk, die hesjes, dat is het mooie van die hesjes. Het gaat over alles. Klimaatdoelpunten, leeftijdsdiscriminatie, Roy Donders. En dat je dus met één hesje een vuist kan maken. Nou, hup. Hup. Ja, hup, de straat op. Mens, heb je gezien hoe koud het is? Fred, wie A zegt, moet ook B zeggen. Klopt, maar ik heb geen A gezegd. Wie heeft A gezegd dan? Kijk, dat is dus typisch Ria. Geen idee. Kijk, spelers met een hesje zitten op de bank totdat ze worden gewisseld. Ja, doe maar voor mij nog even een nieuw biertje. Ik zal er geen broekjes om mij knopen, maar ik had echt gehoopt dat er wat van anders zou zijn. Je hoopt toch op een soort dominee-effect. Het is domino. Ja, klep. Maar goed, die hoogheren in Den Haag, ja, die hebben gewoon een stoelendans gedaan. Dezelfde zakken, oude wijn. Jij bent toch ook niet veranderd, Fred? Hoe kan ik veranderen als de wereld niet verandert hier? Een betere wereld begint bij jezelf. Ach, mensen, hou het toch op. Een betere wereld begint bij Ria die de klep houdt. Ga maar even een biertje voor me halen, Rie. Haar hele hoofd zit dus vol met die tegels. Een betere wereld begint bij jezelf. Als ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk in de rest. Oost, West, Hans Klok. En maar delen, hè, met die spiritistische vriendinnen op Facebook. Nou, ik heb de minste vrienden. Ja, hè? Op Facebook, Rie. Dat zijn dus virtuele vriendinnen. Ik roep dat al jaren. Ja, wij leven met z'n allen in een digipedische tunnel. Alles staat stil. Nou, over jouw geval zit stil, hè? Ik kom door mijn rug, Rie. Als ik zou kunnen wat ik zou willen... Als je iets echt wil, dan kan je het ook. Ach, mens, hou het toch op met die hollebolle lulkoek van je.
Als ik iets zou willen, dan is er altijd een vrouw met die snerpende stem die zorgt dat ik een hersenbloeding krijg. Wees blij dat er niks veranderd is, ja? Wat nou als het oorlog geworden was? Wat had jij dan gedaan? Precies. Zit je dan jarenlang met deze goud-eerlijke klauwen? Een uitkering opgehaald? Ja, maar hemel, dit geloof je toch niet? Maar god, soms zou je willen dat die oorlog uitbrak, hè? Dat alles werd gereboosterd. Maar ja, mijn rug, hè? Wat ik dus niet begrijp, hè? Nou. Klep, Ria, dat die vluchtelingen die blijven maar hierheen komen. Dan denk ik echt, heb je dan oogslippers op? Kijken die mensen geen internet? Wat bedoel je, Freddy? Dat die gasten, die gelukszoekers, die moeten nog weten dat hier niks te halen valt. Ik bedoel, kijk naar mij, ik ben hier notabene geboren en gebogen. Zie ik er gelukkig uit? Ik dacht het niet. Nee, Fred, dat komt omdat jij gewend bent aan geluk. Maar voor die mensen is dit hier een paradijs. Een paradijs? Ik vind het nogal een opgeblazen begrip, hoor. En dan bedoel ik de fundamentele toeristische versie. Ik heb het nu over die vluchtelingen. Ja? Dat zijn vaak heel slecht ingelichte types, hoor. Ja, wat wou je dan, Fred? Dat ze daar blijven. Dat wil ik. Ja? En niks tegen die mensen. Echt niet, hoor. Maar ik zeg altijd, waar je ook in gelooft, een kameel heeft twee bulten. Dat je überhaupt met 100 man op een rubberboot voor 8 personen gaat zitten, dan is het toch een schrootje bij je los. Ja, nee, Fred, dat kun jij je niet voorstellen, omdat jij geen doodsangst kent. Nou, elke ochtend als ik wakker word, schrik ik me een rolberoute als ik mijn ogen open doe. Fred, mens. Dan heb ik het niet eens over de geur, hè? Nou ja, ik moet toch gelukkig zijn omdat ik hier geboren ben, maar ik zou me wat graag ruilen, hoor, met zo'n kalifist. Mag hij hier en komen, mag die Ria hebben. Moet je eens kijken hoe snel die weg is. Wat zegt hij allemaal? Dat je de sunshine of my life bent. Dat is lief, Freddy. Ach, kijk, nou, dat moet ik Ria wel nageven. Die hoeft geen hoofddoekje om te weten wat de plek is. Fred! Wat, mens? Het halen ze op met dat gemep, dat was toch een geintje? Als wij, stel dat het omgedraaid zou zijn, hè, en wij moeten vluchten daar naartoe, dan is zij binnen 10 minuten gestenigd met de grote bek. Wat wil je daar nou weer mee zeggen? Dat je wel wat dankbaarder mag zijn, ja? Dat wij mannen dat allemaal hebben geregeld, dat jullie zoveel vrijheid hebben. Nou, super bedankt, hè, Fred? Maar dan mag jij ook wel eens wat empathischer zijn. Empathischer? Ik ben de belichaming van empathischer. Ik ben de vlees geworden empathischer. Empathischer is toch dat je heel veel woede en agressie hebt, toch? Ja, precies. Wie denkt ze wel niet dat ze is? Wie? Denkt ze wel niet dat ze is? Wie? Denkt ze wel niet dat ze is? Wie? Ria, klep! Die Femke Halsemiep. Ja, jarenlang had ze de kaak op elkaar. Ja, en nu weigert ze de wet te vervolgen. Fred, zo praat ze gewoon. Mens, schijn het toch uit. Er is toch niks gewoons aan. Je hebt als burgemeester niet zomaar een willekeurige vinger in de melk te brokkelen. Ja? Een boerkaverbod is een boerkaverbod. Het is iets in de melk te brokkelen of een vinger Ria, in de... Ja, klep! Pap. Een wet is een wet. Daar hebt die Femke zich ook aan te houden. Je wilt toch gewoon weten wat voor vlees je in de kist hebt zitten? Kuip. Ja, klep. Jij wilt toch ook dat de vrouwen niet onder druk worden? Heel veel van die vrouwen dragen een niqab of een boerka uit vrije wil, hoor. Schijn het toch uit. Vrouwen hebben maar geen vrije wil. En weet je hoeveel autochtone vrouwen zonder boerka daar onderdrukt worden? Misschien moet je eigenlijk een pilsje gaan halen, Rie. Wat denk je daarvan? Vrouwen. Kijk, die feministes, ja, die zijn bijvoorbeeld tegen. Dus moet je ze af en toe dwingen, zodat ze snappen wat hun vrijheid is. Oh mijn god, wat is dit? Dit is vrije wil, Fred. Ja, dit bedoel ik toch, dit is dan niet normaal. Ze is dan niet goed met haar hoofd. Gadverdamme, wat is dit? Dat is Marokkaanse thee. Ria, doe dat ding uit. Nee. Doe dat ding uit. Nee. Ja, doe dat ding uit. Ik heb er niks onderaan. Oh. Nou, haal dan in alle Jezus naam maar aan. Dit bedoel ik dus, hè. Als man word je gewoon keihard onderdrukt. Niet te doen. Gadverdamme, doe ik het weer. Ja, Fred, dan doe je het weer. Ja, klep, baba papa. Oh. Kijk, vroeger, toen was het leuk. Dat was wel leuk. Rie, klep. Vroeger had je de Stoomix Show met die Henny Buisman. Huisman is het. Rie, kijk, dat had iets aandoenlijks, weet je. Niemand kon wat. En die Benny al helemaal niet. Oh ja, dat eind zongen ze dan altijd. Rie, zo, neem touch. Mens, kan het alsjeblieft. Stop, stop, alsjeblieft. Er wordt niks getouched. Maar goed, tegenwoordig zie je door de bolens in het bos niet meer. Je wordt helemaal doodgegooid met die talentenshows. Ja, dan heb je ook nog die leuke versies met die kinderen. Oh, vreselijk. Zijn van die kinderen die staan te zingen met soul, alsof ze al een heel leven achter die kleine schuiterruggetjes hebben. Nou, Fred. Is toch zo? Iedereen kan tegenwoordig zingen. Of iets anders. Ja, dan voel je je als gemiddelde burger minderjarig. Minderwaardig. Hier, zelfs mevrouw.
Als ik dus 's avonds, na een lange dag... Op de bank zitten. Rie! En zit ik televisie te kijken, dan wil ik geënterteind worden met middelmatigheid. Ja? Maar wat krijg ik? Ja, dan denk ik, ja, wat... Wat ken ik dan? Wat ken ik dan, weet je? En natuurlijk, ik weet, het is mijn rug, tuurlijk. Maar toch is... Ach, Beertje. Maar jij hoeft toch ook helemaal niks te kunnen, hè? Sorry, hoor. En haal alles even een biertje voor me, pop. Ja, kijk, vroeger, in mijn tijd, niemand kon wat. Die kinderen al helemaal niet. Ja, de Hitlerjugend. Maar goed, er zit een hele goede choreograaf achter, hè? De maat is vol, Fred! Wat? Wat is er vol? Wat zei ze nou? De maan, is de maan vol? De maan? Of de maand. Wat zei je nou? Wat zei ze nou? De maand waarschijnlijk, hè? Ja, die maandelijkse... De rode periode. Ja, die vrouwen die hebben volgens mij gewoon een afspraak onderling. Ja, dat ze 5 dagen per maand zijn ze strontzagrijnig... en de rest van de maand staan ze een stelletje zeikert. Liever van een takkenherrie, joh. Wat is het? Lijkt me oorlog. Het is ook oorlog, Fred. Ik begrijp er niks van. Wat heb ik nou weer gedaan? Dat is nog het ergste, Fred, dat je geen idee hebt. In wat voor wereld leven we dan? Hé, dat vraag ik je af. Kijk, die Frans Boeijer die zong het al, hè? Dat nummer van hem, dat Kronenpark en Turk. Calimero trui, 1 seconde, in je paradijs. Dan vraagt iedereen is de weg kwijt. Ja, iedereen is de weg kwijt. En dat voelde die Frans al in zijn water, hè? Maar goed, eentje is een slechte raadgever. Maar ja, nu zitten wij dus met de gebarsten persikken. Kun je nog herinneren, hè, dat alles normaal was? Ja, dat is nogal een tijdje geleden, hè, Fred? Ik had het tegen de television Village People, ja? Ja. Maar dat was toch zo? Even zonder dollars, echt. Een paar jaar geleden was alles gewoon nog normaal. Echt. Ja, iedereen maaide zijn own business. Het gras was altijd groen aan de onderkant. Sesamstraat was nog op televisie. Ja? En de vluchtelingen, die wonen gewoon nog thuis. Ja, maar op een gegeven moment voel je dat je weg moet, Freddy. Dat is toch bizar, hè? Woon je jarenlang, woon je daar. En ineens van de een op de andere dag, tillen wat je tillen kan. Hup, al je spullen mee en je loopt zo van Lalapuru naar Ten Apel. Dat is toch niet te doen? Dat is toch alsof je van de heksen bezeken bent? Opeens voel je dat het zo niet langer kan blijven. Wat? Zoals wij met elkaar omgaan, Fred. Waar heb je het over? We gaan helemaal niet met elkaar om. Prima, Fred. Maar zoals het gaat, kan het niet blijven. De motor is vastgelopen en nu moet het hele ding aan elkaar. Er is toch geen pijl aan vaste knoop aan dit? Wat is dit? Ik ga bij je weg, Fred. Beyoncé heeft me de ogen geopend laatst bij die Super Bowl. En sindsdien voel je het overal. Vrouwen pikken het niet langer. Wat? Wat? Een Super Bowl? Wanneer was dat? Haal nou even een biertje voor me, lieverd. Kom op. Ik ben de negerin van ons gezin. Ho? Oh, volgens mij is dat racistisch, ja? Daar hou je toch niet van? Oh, 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 oh. Vrouwtjes, ze zijn zo bespottierig als de hele dag. Ja, heb je? Echt, dat humeur ik kan omslaan als een rubberbootje vol met... Ria! Laat me niet gek maken. Ik noem me niet voor niks Boemeria. Als je... dat hij terugkomt. Toch even kijken, hè? Ria! 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 Hoe lang blijven jullie eigenlijk doorfilmen? Volgens mij is er een tijd van komen en een tijd van gaan, toch? Op een gegeven moment heb je het toch wel. Tuurlijk heb ik fouten gemaakt, tuurlijk. Maar hen die zonder stenen zit, werpt de eerste.
Ik zal de gevolgen van mijn eigen consternaties moeten nakomen. Hoe zwaar ook. Ik ken niet zonder haar. Ze is de uitjes. De uitjes op mijn frikandel speciaal. Tuurlijk, mayonaise kun je niet, maar die uitjes. Geef haar net die bite. Dus ik zou me er bij me neer moeten liggen. Ik heb geen onderbroekje aan, Beertje. Gadverdamme, Ria. Moet er nou maar die cameraploeg bij is? Sorry, jongens. Dat was de deal, Freddy. Minstens één keer in de week romantiek. Ja, inderdaad. Maar een week heb 6 dagen, Ria. Ja? En Rome is ook niet in Parijs gebouwd. Nou, Het is al goed, Beertje. Nee, ik zal me eraan houden. Beloofd. Maar hoe is het nou eigenlijk begonnen dat je zo boos op mij werd? Wel trusten, liefje. Ja. Gadverdamme, Ria. Nou, jongens. Als jullie was, zou ik wegwijzen. Want de laatste keer...